Evenals in vorige jaren zijn de Rotterdamse Ahoy-hallen ook in deze vakantietijd weer opengesteld en ingericht voor de jeugd, die er op allerlei manieren creatief bezig kan zijn. Met grote overgave wordt er door de kinderen geknutseld, zonder dat moeder bijvoorbeeld bang hoeft te zijn voor haar kostbare naaimachine. Het festijn, dat 4 weken duurt, trok alleen al in de eerste week meer dan 22.000 jonge bezoekers. De kinderen kunnen zich in dit jeugdplan 73 ook nog op een heel andere manier uitleven. Rotterdam, de stad die eens een Beb van Klaveren voortbracht, blijkt ook nu veel bokstalent te bezitten. Al in januari van dit jaar werden scholen in Rotterdam en omstreken geattendeerd op dit jeugdplan 73. Een vakantiefestijn waar de ouders blij mee zijn en waarvan de kinderen wat kunnen meenemen.